Ik wandel heel vaak door de binnenstad. Om eerlijk te zeggen is wandelen door de binnenstad van Delft een van de leukste dingen die ik doe. Alleen al als ik mijn voordeur uitstap, ik woon op het Begijnhof in de pastorie naast de kerk, dan zie ik het beeld van Stalbert van de Wielen. En Stalbert kijkt me zo'n beetje recht aan. Dat klopt, want hij kijkt naar het huis waar hij is gestorven, het huis waar ik nu woon. Ik weet zelfs in welke kamer het is gebeurd. En als je zo door Delft heen wandelt, dan kom je bijna op elke straathoek verhalen tegen. Wat dat betreft, de organisatie kan zijn agenda vullen tot 2030. Maar we zijn er best wel wat te vertellen. Noteren. En als ik dan door de binnenstad loop, door het Begijnenpoortje, Oude Delft af, dan heb ik twee mogelijkheden, twee favoriete mogelijkheden. Ik ga door de Oude Kerkstraat, langs de boerderijzuivelwinkel van Ineke. Ik ga altijd even naar Dirk zwaaien. Of ik ga om de Oude Kerk heen, over het Heilige Geestkerkhof. Zeg maar tussen de Jan, de kroeg, en de Oude Jan, de kerk. En waar kan je als pastoor nou beter lopen dan tussen de kroeg en de kerk? En op het Heilige Geestkerkhof er staat een beeldje. En als het goed is, komt het beeldje daar staan. En dat is een onopvallend beeldje. Het is niet heel mooi of zo. Maar het meisje en uiteindelijk de vrouw van wie dat beeldje gemaakt is, is eigenlijk wel heel bijzonder. Zij heet Geertruid van Oosten. En waarom ze van Oosten heet, dat is nog niet helemaal duidelijk. Achternamen waren namelijk nog niet uitgevonden in die tijd. Kwam ze namelijk uit het Oostland, bij Nakkerdoorn, die kant op. Of heet ze van Oosten omdat ze het mooie liefdesliedje, liefdesgedicht, Nu daaget in het Oosten heeft geschreven. Zou kunnen. Wat we in elk geval van haar weten, is dat zij met twee vriendinnen, naast haar werkzaamheden, wat die werkzaamheden dan precies waren, is een beetje onduidelijk. Maar dat ze om wat bij te verdienen, ging zingen op straathoeken en op bruggen. En meisjes in de middeleeuwen, die voor bijverdiensten gingen zingen op straathoeken en op bruggen, die deden meestal wat anders dan zingen. U snapt het. En op een gegeven moment komt Geertruid een man tegen, een jongen, en ze valt als een blok voor hem. En niet lang daarna is er het voornemen tussen haar en die leuke jongen om met elkaar te gaan trouwen. Maar een van de vriendinnen van Geertruid valt net zo goed als een blok voor diezelfde jongen. En die jongen valt uiteindelijk ook voor haar. En ondanks alle beloftes van die vriendin, trouwt ze uiteindelijk toch met wat eigenlijk de aanstaande man van Geertruid was. Zelf. Het verhaal gaat verder. Want het huwelijksgeluk tussen de vriendin van Geertruid en haar ex-verloofde mondt uiteindelijk uit in het verwachten van een kind. En als de dag dat die vriendin moet gaan bevallen aanbreekt, wat er ook gebeurt, hoeveel pijn ze ook leidt, hoezeer de bevalling ook op gang is, er komt geen kind. Pas als die vriendin Geertruid om vergeving smeekt om wat ze gedaan heeft, namelijk haar man afpakken, en Geertruid haar vergeving geeft, wordt het kind gezond en welgeboren. En je zou verwachten dat de moeder van het kind hier het meest van onder de indruk is, maar het is juist Geertruid die hier het meest van onder de indruk is. En ze besluit haar leven een andere wending te geven. Want ze heeft gezien dat er meer is tussen hemel en aarde. Sterker nog, ze heeft het zelf ervaren hoe dat is. En dan komt Geertruid haar echte grote liefde tegen. Een beetje een vreemde vent. Eentje die het heeft over je naaste liefhebben zoals jezelf. Je vijand de andere wang toekeren. Of alles wat je hebt weggeven om zelf gelukkig te kunnen worden. Vreemde snuiter, maar ze valt als een blok voor hem. En ze besluit haar leven aan hem te wijden. En dat doet ze hier, op deze locatie. Want waar nu het Begijnhof aan de andere kant van de Oude Delft is,
was het begin of in de middeleeuwen hier ten zuiden van het Rietveld. En hier heeft het meisje, die een wijze, lieve oude vrouw werd, geleefd. En ze leefde in armoe met de armoe. Precies zoals haar geliefde haar vertelde. En elke keer als ik nu door Delft loop en ik kies ervoor om niet langs de kaaswinkel te gaan, maar langs Veertrui, dan zie ik haar beeld staan en dan denk ik aan dat meisje. En daar staat ze. Daar staat ze. En ze kijkt. En ze kijkt naar het oosten. Over haar eigen graf heen. Ze kijkt naar het oosten. In de verwachting van de komst van haar grote liefde. De bron van liefde. Liefde zelf.